Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag hebben we weer een evenement. We gaan namelijk vandaag naar Paard en Erfgoed. Dat is een Frederiksoord. Een evenement waar wij al heel veel jaren komen en wat we altijd super leuk vinden. En het leek ons leuk om jullie vandaag weer mee te nemen en een beetje ook achter de schermen vandaag. Wat gebeurt er nou op zo'n evenement en wat moeten we allemaal doen? En ik sta nu bij de stal, dat kan je hier al zien. En de paardjes staan hier ongeduldig te wachten, die willen even wat eten. Dus we gaan even wat hooi pakken. Hi Bo, Bo komt er al aan. Hi. En ja, dan gaan we eens even hooi geven en dan de vrachtwagen inladen, die staat daar. De vrachtwagen inladen en dan gaan we erheen. En het is voor ons maar een half uurtje rijden, dus dat is voor ons doen best wel dichtbij. Dus ideaal. En het is nog droog. Het wordt niet super warm, ook alweer fijn. Dus kijk gezellig met ons mee. Volgens mij ben je nog aardig wit, Bo. Gisteren was het super warm, dus ideaal om je paard dan te wassen. En niet alleen Bo gaat mee, maar ook Revenge. En Revenge staat binnen. Ik vind het heerlijk om lekker 's nachts binnen te staan. Hi jongen. Kom eens. Kom eens. En Revenge gaat ook met ons mee. Ja. En Joyce heeft helemaal mooi het hoofdje een beetje bijgeschoren en de beentjes. Dus die is ook helemaal weer show klaar. Dus ja, ik ga hooi pakken voor ze, want ze hebben honger. Ja, doe dat maar. Kan ik dat vermillen? Doe maar in die blauwe bak. Oh, hongerig! Ja, ik vind jou niet zo leuk nu. Oh, Indië, wachten. Hallo! Ja. Zo. Nou, de hooizakken zijn ook al gevuld. Die voor Revenge. En hier voor Bo. En Bo zit altijd aan de rechterkant, dus tegen de wand aan. En Revenge komt dan hiervoor te staan. Nou hebben we gisteren een beetje een ongelukje gehad, want het ging heel hard regenen en we hadden spullen buiten laten staan. Dus de hele poetstas, die is mega nat. Ik hoop dat het een beetje meevalt. Oh, valt op zich al mee trouwens. Joyce heeft alles er even uitgelegd gisteravond, dus even kunnen drogen. Ja, het is de hele week super warm geweest en ineens ging het 's nachts regenen. En ja, waren we niet op voorbereid. Maar op zich, ja, deze duurt wat langer denk ik om te drogen. Maar op zich hebben die niet per se nodig. De sprays ook van Hyglos. En ook hier, die staan hier ook. Hier hebben we ook wat spullen staan. We mogen zelf een paddockje maken, want het is op gras. Het is trouwens op een nieuwe locatie, voor ons ook nieuw. Op de vorige locatie hadden ze altijd vaste stands, dus vaste stalletjes waar ze in konden. Ja, paddockjes eigenlijk buiten. Maar nu hebben ze alleen gras. Dus gaan we zelf hier een paddockje maken en even een voerbak, wateremmer en ja. Tijd om de transportbeschermers om te doen. Deze bijpassende voor Revenge in het blauw. En gaan we ze opladen. Nou, zoals je net hebt kunnen zien, heeft Bo nu nog een andere deken op. En die is echt gewoon voor 's nachts dat ze niet vies wordt. Maar ja, we gaan natuurlijk wel naar een evenement waar ze gewoon op het gras staat. En we willen niet dat ze ook dan tussen de shows door gaat liggen en heel erg vies wordt. Ze mag natuurlijk wel liggen, maar ja, liever niet rollen. Dus vandaar dat ik nog een deken op doe. Ik doe deze vliegendeken op. Het is niet super warm, maar ook niet te koud om echt een 100 grams deken op te doen. Dus ik doe deze op van Boekas. En we gaan de transportbeschermers omdoen. En dan is zij klaar om te vervoerd te gaan worden. We hebben trouwens ook een video gemaakt een tijdje geleden. Tips om je paard het beste te kunnen vervoeren. Die staat hierboven in het i'tje. Zeker de moeite waard om eventjes te gaan kijken. Dus ja, ik ga haar deken wachten. Vergeten. Ik vertelde net al dat je hem heel mooi had bijgeschoren, maar je bent dus wat vergeten. Ja, dat doen we straks even zo knip knip.
Ligt hier een schaar? Hoi, mam. Hallo. Knopperd. Oké. Okay, de hals is een schaar, maar... Ah, dat komt straks wel. Kom goed. Zijn hem even dicht doen. Oh, nee, zijn hoofd is geschwommen. Zijn hals is een beetje te groot. Maar dat is altijd wel een dingetje, ook met grote paarden, met winter en zomer, dat in de winter de halsters veel strakker zitten. Ja, maar hij is echt knap ingeschoren, kijk. Ja. Beetje plekjes, maar dat is niet. Knappe man. Ja. Ja. Mooi. Show klaar. Ja. Nou, we zijn inmiddels aangekomen op het evenement en Jade en ik hebben de vrachtwagen geparkeerd. En we zijn bezig met een paddockje. En hoe gaat het hier? Goed. Ja? Ben je tevreden met ons nieuwe standplek? Mm-hmm. We hebben hele leuke buren. Die staan daar. En ja, ik weet eigenlijk niet wat we er verder over moeten zeggen. Dit is ons paddock. Hier komen de paardjes te staan. We hebben de vrachtwagen hier staan. En Rief en Bo, die zijn nog even lekker aan het eten. Zoals jullie zien staan de paardjes in hun paddock en... Ik heb even slobben voor ze gemaakt, zodat ze gewoon even lekker wat kunnen eten. Nou, Riefje staat hier en ik heb hier water en heel veel hooi. En dan gaan we eventjes kijken op het showterrein. We zijn op het showterrein en die muziek die je hoort is echt prachtig. Niet dus. Oké, okay, JD loopt daar. Oké, okay, ging ineens uit. Maar wat ik wou vertellen is dat we even bij de geluidsman gaan overleggen voor ons muziekje tijdens de challenge. Oké, okay, ons rondje hier was van korte duur. We hebben net te horen gekregen dat Revenge losloopt. Dus we gaan naar hem toe. We hebben net een paddock gemaakt en ik had een beetje zo'n voorgevoel. Ik weet niet waarom, maar hij heeft altijd van die streken. Dus we gaan naar hem toe. Ja, daar staat hij al. Nou, Bootje die blijft wel staan. Rief gaat bij de buren toch maar aan de trailer tot we show hebben. En dan moeten we even kijken wat we gaan bedenken als oplossing. Is die kleine ook een appeloesa? Ja. Zowel in binnen als buiten. Ja, we hebben zelf ook 3 appeloeses thuis. Ja. En ieder jaar gaan we niet meer gekleurd. Dat zijn bizar. Ja. Hoi! Ik ben net de overballen. Die van mij is bijna bruin geworden. Ik zal haar uiterste best doen om Beezy mooi door die baan heen te leiden. Ze komen daar over de korte zijde en gaan ze naar die diagonaal. Rebel, Pepje, Pep, baby, Pep, hondje, hi, goed zo. Nou, we hebben hier 2 meiden en die zijn bij onze stand geweest en ze willen overal. Ze willen overal hun handtekening op, zelfs op het gips. Wat heb je trouwens gehad? Ik heb een pols gebroken. En hoe is dat gebeurd? Op de trampoline. Oh jee. Dat is echt wel nummer 1 volgens mij met dingen breken op. Ja. Zou ook echt iets voor mij zijn. Ja? En ja. Tot oktober niet meer. Waar boy? Nee, jeetje. Nee, ja. Volgende week
pols ook heel dun. Ja. Nou, Revenge staat hier nog even te chillen. Even bijkletsen. En daar staat Bootje. En ja, het evenement is nu ten einde. We hebben daar dus onze show gedaan. En we hebben niet kunnen filmen, maar we zullen even een paar leuke foto's nu invoegen. Nou, zoals jullie zagen was het lekker druk en de kinderen waren echt heel fanatiek en JD had gewonnen. Nou, we zijn inmiddels alweer thuis. Het is alweer de volgende dag en we hadden de video niet echt afgesloten, want het was op een gegeven moment een beetje hectisch en we gingen weg en we dachten later nog wel even de video een beetje leuk afsluiten. Leuk. Want nou ja, we moeten nog eigenlijk even wat jullie vertellen wat we niet op de video hebben gezet. Want we hebben wel meegemaakt nog. Normaal gesproken staan op paard en erfgoed staan onze paarden altijd dicht bij ons in een soort houten omheining bij de stand. Maar dit jaar was het een nieuwe locatie en stonden ze in een heel mooi weidje. Misschien heb je op Instagram kunnen zien. Ik zal hier nog even een foto in beeld doen van hoe de paarden er stonden. Maar binnen een half uur kregen we al bericht. In ieder geval kwamen er al mensen terrein opgerend naar ons van de kleine loop los. Dus Revenge was ontsnapt. En hij rende. Ja, wow. Hij is normaal niet zo van rennen, maar hij rende. Ja. Goed. Aan een trainer geknupt van iemand anders. Zo van, dan maar niet meer erin. Want hij duwde zichzelf gewoon tussen doorheen. We hadden er geen stroom op, moeten we er wel bij vertellen. Maar normaal gesproken blijven die van ons gewoon netjes staan. Ja. Twee uur later denk ik, nou, we gaan de paardje even weer water geven. We hadden inmiddels de eerste show gehad. Dus tussen de eerste en tweede show door. En ik zie Bo niet in het weilandje staan. Ik denk, oh, waar is ze nou? Waar is ze nou? Bleek zij dus ook ontsnapt. En wat was er nou gebeurd? Ze had gewoon zo hard tegen het draad aan geduwd dat het knapte en dat ze iets verder gras kon eten. Ja. Nou, denk ik dat het misschien een beetje mee te maken heeft gehad dat Revenge gewoon niet in zicht was. Dat ze misschien daardoor gewoon niet moeten uit. Dus hadden de mensen daar inmiddels wel ook gevangen, want die was ook weggerend. Echt, wat hebben we stoute paarden eigenlijk, hè? Dat ze dat gewoon doen. Maar toen hadden zij maar alvast Bo op de vrachtwagen gezet. Dus eenmaal daar aangekomen, zocht ik Bo. Waar is ze nou? Bleek ze op de vrachtwagen te zijn gezet. Ja. Dus ze zijn niet geslaagd voor het netjes achter een draadje blijven staan. Nee, de volgende keer gewoon een stroomklok mee. Ja. Oké, heb je verder nog wat te vertellen voordat we hem afsluiten? Nee, dat eigenlijk heel goed ging. Ja, we waren echt heel erg tevreden. Revenge had heel veel energie en deed alles echt super stijgeren en gekke sprongen en op schoot liggen. Dus ik ben eigenlijk heel erg tevreden. Dus, ja, en het was voor ons ook wel een evenement lekker in de buurt. Dus ik heb heel veel kinderen van mijn school ook gezien. Dus mocht je deze video kijken, leuk dat jullie er waren. Want dat vind ik natuurlijk altijd heel erg leuk en bijzonder dat ik dat soort kinderen dan ook daar zie. Ja, en heel veel, gewoon ook fans mogen ontmoeten. Ja, en mensen veel foto's. Gesproken. We hebben ook nog heel veel shirts eigenlijk verkocht. Ja. Dat is ook wel leuk, want ja, we hebben nog maar een paar shirtjes, de allerlaatste. En we zitten er een beetje over te denken om misschien met nieuwe shirts te komen. Ja, maar dit jaar niet hoor. Dit jaar niet, dat wordt echt dan volgend jaar pas, in het voorjaar. Dus dat. Ja, ik denk dat we gewoon de video nu moeten afsluiten. Ja. De volgende keer zien we jullie graag weer op ons kanaal. Doei doei!